een slechte morgen. In mijn hele lelijke tent. Ik word niet wakker in de woestijn en ik ben gewoon verdwaald. Het is mij gelukt om wel een kampvuurtje te maken en in ieder geval iets om in te slapen. Alleen heb ik geen bed. De vorige keer heb ik namelijk meubels binnengekregen en ik had een cactus nodig om een leuk plantje neer te zetten. En ik heb die cactus inmiddels al in mijn inventory en ook nog een paar meubels. Alleen terwijl ik op zoek was naar de cactus ben ik de weg kwijtgeraakt. En in principe is dat geen probleem. Alleen in de woestijn wel. Want ik heb namelijk helemaal geen eten. Dus ik heb geen idee hoe ik nu terug ga komen. Maar ik ga deze plek in ieder geval weer verlaten. De nacht is voorbij. Dus ik ga maar gewoon op avontuur. En hopelijk kan ik wat eten vinden. Anders heb ik echt een heel groot probleem. Kan ik een cactus eten? Nee, oké. Een cactus kan ik niet eten. En gelukkig heb ik op dit moment nog geen honger. Maar als ik niet heel snel de weg naar huis vind of eten, ga ik straks een heel groot probleem hebben. En dan ben ik al mijn spullen kwijt en ga ik dood. En daar heb ik niet heel veel zin in. Want daar heb ik heel veel diamonds voor betaald. En ik wil verder mijn huis inrichten. Het begon namelijk net zo mooi te worden, mijn huis. Oké, waar ga ik heen? Oh, ik hoorde wat. Ik hoorde een konijn. Hallo? Konijn? Konijn, waar ben je? Oké, ik kan het konijn niet vinden. En eigenlijk wil ik dat konijn ook helemaal niet vermoorden. Want dat vind ik echt best wel leuke dieren. Ik wil er misschien zelfs eentje meenemen. We gaan even verder op avontuur. Als ik gewoon iets tegenkom waar ik wat eten kan krijgen, dan ben ik al gewoon helemaal blij. Daar is een grot. Misschien dat ik in de grot wat kan vinden. Eens even kijken. Ik moet niet doodgaan. Ik moet heel zuinig doen met de hartjes die ik heb. Kan ik niet in het water springen? Nee. Oké. Dit was niet de bedoeling. Dit was heel erg dom. Gelukkig heb ik op dit moment nog geen honger. Dus ik krijg best wel snel mijn hartjes er weer bij. Oké. Ik heb hier wat kool, maar ik heb geen pickaxe bij me. En dat is echt stom. Ik ging alleen een cactus halen en ik ben ook helemaal niet voorbereid om in het wild rond te lopen. Oké. Dat kool kan ik dus niet minen om mezelf een beetje warm te houden. Dus ik moet zo snel mogelijk de weg naar huis vinden voordat het weer nacht wordt. Oh, nee. Ik ben zo dom. Ik ben helemaal vergeten mijn tent mee te nemen. Oké, dan is er nog maar één optie. Zo snel mogelijk de uitweg vinden van de woestijn. Oh mijn god. Ik zie een boom. Oké, deze boom is echt perfect. Alleen, waarom staat er random een boom in de woestijn? Oké, ik snap er niks van. Maar die boom ga ik in ieder geval even hakken. Want misschien kan ik dat hout later nog wel gebruiken. Waarvoor weet ik niet. Ik kan nu in ieder geval een crafting table maken. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Alleen, wat kan ik verder maken? Ik kan houtskool maken, zodat ik mezelf warm kan houden met toortjes. Dat kan ik doen. Alleen verder, hoe ga ik met deze spullen thuiskomen? Ik heb een bootje. We hebben hier water. Daar kan ik wel gaan varen. Want ik weet dus dat ik via het water in de woestijn ben gekomen. En oeh, wat zie ik daar? Huh? Oh mijn god, ik heb een mineshaft gevonden. Ik zie daar volgens mij namelijk in de verte fences. Misschien kan ik in die mineshaft wel iets vinden waarmee ik thuis kan komen. Of in ieder geval wat te eten. Dus even kijken. We pakken de deur erbij. Dan kan ik hier in ieder geval even omhoog klimmen. En wat is dit trouwens voor rare ingang voor een mineshaft? Ik heb oprecht nog nooit een mineshaft met zo'n ingang gezien. En wat is dit? Huh? Geheime village mine. Oh mijn god! Als hier een village is, zijn er misschien villagers die mij kunnen helpen. Alleen, wat is dit allemaal? Dit is niet een normale mineshaft. En waarom staat die netherrack in de fik? En waarom ligt die in een slijmblok? Geen idee wat ik met dat slijmblok kan doen. Kan ik niet met het slijmblok iets maken om naar huis te komen? Ik heb geen idee. En zit er nog wat in de barrels of zit er niks in de barrels? In de barrels zit in ieder geval niks. Misschien in deze barrel of in deze... Een diamond! Oké. Nou, een diamond ga ik meenemen. Maar als ik niet thuis kom, heb ik natuurlijk helemaal niks aan die diamond. Wat is dit voor rare cave? Dit is... Dit is sowieso geen normale Minecraft cave. Dit is gemaakt door iemand. Alleen ik weet niet door wie. Oké, we hebben hier nog wat iron. Oh, met dat iron kan ik misschien een pickaxe maken. Alleen ik weet niet hoe ik het moet smelten. Want daar heb ik eerst steen voor nodig. Oké, ik kan in ieder geval een houten pickaxe maken. Ik denk dat het wel slim is om eerst een houten pickaxe te gaan maken. Want met een houten pickaxe kan ik wat steen hakken. Met dat steen kan ik weer een furnace maken. Met het iron kan ik een zwaard maken. Dan kan ik mezelf in ieder geval beschermen. Maar ik heb even wat eten nodig. Hallo, wat is dit allemaal? Is hier wat eten? Is hier... Nee. Oké, ik denk niet dat ik hier wat eten ga vinden. Lijkt er namelijk op alsof dit al heel lang niet meer is gebruikt. Alleen, ik snap niet waarom hier allemaal nether items staan. En, wat is... Oké, we hebben wat goud gevonden. Wat is dit voor slijmblok? Ik snap er helemaal niks van. Wat is dit?
Er staat hier een nether portal. Wat? Waarom staat hier een nether portal? De nether portal is ook best wel kapot. Ik weet niet wie deze heeft gemaakt. Alleen het is geen goede nether portal. Oké, dat slijm kan ik misschien wel even meenemen. Dan kan ik misschien later wel wat leuke dingen mee maken. Als ik überhaupt ook nog thuis ga komen. Maar ik ga eerst even dat eerste plannetje doen. Ik ga eventjes wat steen hakken. Want dan kan ik tenminste even een furnace maken. Want ik moet mezelf wel kunnen beschermen. Want ik vind dit maar een hele rare cave. Oké, ik heb 8 cobblestone. Dat is helemaal top. En met dat 8 cobblestone kan ik een furnace maken. Let's go. Oké, ik heb er weer helemaal zin in. Ik ben zo blij dat ik deze cave heb gevonden. Dan kan ik in ieder geval wat doen. Oké, we doen wat hout in. Misschien is dat niet heel slim, want ik heb niet heel veel hout. Weet je wat? Ik verbrand wel die oak signs. Die heb ik niet per se nodig. En dan kan ik het ijmer laten smelten en dan kan ik een zwaard maken. Dat is top. En nu we hier toch zijn, die lanterns, die wil ik op zich ook wel meenemen. Die kan ik misschien nog wel gebruiken voor in mijn huis. Oké, deze lantern neem ik ook mee. En deze neem ik mee. En oh mijn god. Auw, auw, auw. Ik heb echt een heel goed idee. Dit is namelijk een village mine. Dus het zou betekenen dat hier in de buurt een village moet zijn. En hopelijk kunnen die villagers mij helpen om thuis te komen. Want misschien weten zij wel de weg in de woestijn. Alleen, waarom dit dan helemaal kapot is, dat snap ik niet helemaal. Weet je wat? We gaan die village wel even zoeken. Eerst wil ik een iron zwaard hebben. Dankjewel. Oké, we nemen het natuurlijk ook weer even mee. Voor als ik het nog een keer nodig heb. En ik ben zo dom. Ik ben wel heel leuk een iron zwaard aan maken. Maar ik heb gewoon een iron axe. En die is ook gewoon heel erg goed. Oké, ik ga even verder. Wat hebben we nog meer? Oh, we hebben nog een diamond. Let's go. Oké. Wat zit er verder in? Ik denk dat ik mijn zwaard er maar even bij ga pakken. Want ik vind het maar raar. Ook allemaal cobwebs en tralies. En allemaal nether vuur of zo. Wat is dit allemaal? Ik snap dat slijm niet. Ik vind dat slijm vind ik oprecht maar raar. Oh, auw. Nee. Oh, nee. Oké, dit was niet de bedoeling. Hoe ga ik hieruit komen? Heb ik bloks bij me? Ik heb dirt. Oké, ik plaats hier een blokje dirt. Ik wil hieruit zien te komen. Waarom val ik dan weer in een cave? Wat is dit nou weer? En dat allemaal omdat ik letterlijk gewoon even mijn huis wil inrichten met een of andere stomme plant. Oké, hoe ga ik omhoog komen? Dat zand is moeilijk om weg te graven. Eens even kijken. Ik heb die slijmbloks. Ik kan in principe die slijmbloks wel gebruiken. Kijk, dan komt dat slijm toch nog een beetje van pas. En dan kan ik, als het goed is, hier weer gewoon lekker naar buiten. Zo. Hoppakee, en dan is er niks aan de hand. Het is gewoon letterlijk een soort van parcoursje geworden. Ik ben er niet. In ieder geval weer uit de cave. Alleen, waar is die village? Dit lijkt op een village, maar... waarom zie ik in deze village ook allemaal slijmbloks? En allemaal cobwebs en allemaal vuur? Ik zie in ieder geval wel eten. Daar ben ik heel erg blij mee. Alleen, ik moet wel oppassen, want ik heb geen idee wat ik hier kan tegenkomen. Want dit heb ik oprecht echt nog nooit gezien in Minecraft. Wat is dit allemaal? Ik begin trouwens al een beetje honger te krijgen. Dus ik denk dat ik eerst even wat eten gaan maken. Maar ik ben bang dat ik word aangevallen. Ik vind dit maar raar. Ik zie namelijk ook geen één villager. En het lijkt erop alsof er ook heel veel huizen kapot zijn. Een kist. En oh, ja, let's go. Ik heb eten gevonden. Oké, hier ben ik blij mee. Dit mag weg. Ik wil even al dat wheat hebben. Oké, eten is in ieder geval geen probleem meer. Alleen, nu moet ik nog thuis zien te komen. Maar misschien kan ik iets in deze village vinden hoe ik thuis kom. Maar ik snap sowieso deze village niet. En dit is niet eens weer een huis. Dit is gewoon helemaal kapot. Het lijkt wel alsof deze village is aangevallen. En ik denk dat het wat te maken heeft met die nether portal. Maar ik weet het niet zeker. Wat is dit allemaal? Oké, ik ga gewoon heel voorzichtig dit allemaal looten. En hopelijk kan ik wat vinden wat ik kan gebruiken. Wat is dit? Dit is een kachel of zo. Oké. En hier staat een chest. Oké, kom op. En oeh, een spyglass. Misschien kan ik wat met het spyglass. Hallo, is hier nog een villager te bekennen? Nee, maar wel allemaal slijmbloks, vuur, cobwebs. Al die huizen staan in de fik. Oh mijn god, maar misschien kan ik met de verrekijker over het water kijken en dat ik dan mijn huis kan vinden. Ik moet sowieso namelijk weer het water op. Want ik weet dat ik via het water verdwaald ben geraakt in de woestijn. En oh mijn god, we hebben een dier gevonden. We hebben leven gevonden. Hallo poes, wat is er gebeurd met deze village? De poes. Hallo, poes, wat is er gebeurd met de village? Hallo, Oké, daar heb ik helemaal niks aan. Weet je wat ik gewoon even ga doen? Ik denk dat hier niemand meer is. Ik denk dat ik dit allemaal in ieder geval even ga meenemen. Dan weet ik sowieso dat ik wat te eten heb voor onderweg. Zodat ik niet dood ga. Dat is wel fijn. Alleen, eens even kijken. Mijn inventory is vol. Ook zijn weg. Zo, dankjewel. En is hier nog een kistje? Oeh, een bed. Oké, een bed kan ik ook gebruiken. Het is alleen niet echt een hele mooie kleur. Maar dat maakt voor nu even niet uit. En dan kan ik in ieder geval even slapen. Alleen, zijn er nog wat kistjes?
kistjes. Nee. Wat is dit? Dit is een of ander kasteel of zo. Is hier een kistje? Hallo. Oeh. Wel iets om potions mee te maken, maar daar heb ik nu niet heel van. Oh ja, een kistje. Een kistje. En... Oh mijn god. 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 Sowieso heel veel eten en een kompas. En met dat kompas denk ik dat ik de weg kan vinden naar huis. Want ik weet dus dat mijn huis, denk ik, ongeveer in het noorden is. Dus dat betekent dat ik straks die kant op moet. Oké. Dit is echt top. Maar toch blijf ik deze village heel erg raar vinden. Ik ga kijken of ik nog wat anders in de village kan vinden. Hier is nog een kistje. Nou, dat hoef ik niet. Wat hebben we hier? Dat hoef ik ook niet. Ik ben echt bang dat er elk moment iemand naar deze village kan komen. Ook al ziet het er heel verlaten uit. Ik heb er geen idee. Oké, wat kunnen we allemaal nog vinden? Hier binnen staat nog een kistje en er zit een boek in. Waarom zit hier een boek in? Wat staat er in het boek? Rare geluiden in de mine. Maar wat het is, weten we niet. Ze zijn op onderzoek uit, maar ik hoor niks meer. Huh? Wat is dit? Heeft er nog een pagina? Dat was het letterlijk. Waarom is dit opgeschreven? Rare geluiden in de... Was het de mine waar ik net was? Heeft dit iets te maken met die nether portal? Oké, nou, wat ik wel weet is dat deze village sowieso is aangevallen. En alle villagers zijn ook gewoon weg. Alleen weet ik niet of ze zijn gevlucht of dat ze dood zijn. Ik vrees eigenlijk voor het tweede. Dus ik denk dat ik hier zo snel mogelijk wegga. Want ik wil echt niet weten wat hier is gebeurd. Oké, maar nu moet ik nog thuis zien te komen. Dat ze nog wel een probleempje. We pakken even een bootje erbij en het kompas. En ik weet dus dat ik die kant ergens op moet. En dan denk ik dat ik weer richting huis ga. En als ik überhaupt wat anders zie dan alleen maar die woestijn, dan ben ik al blij. Als ik gewoon bomen zie en leven en eten, dan red ik mezelf wel. En dan vind ik uiteindelijk hopelijk wel de weg naar huis. En oh mijn god, ik moet hier tegen Bouwvakker Pietje Oh mijn god! Is dit de village waar Bouwvakker Pietje vandaan komt? Nee. Of niet? Nee, ik weet het niet. Bouwvakker Pietje heeft het namelijk in het verleden ooit een keer gehad. Dat zijn dorp werd aangevallen door een onbekend wezen. Maar Bouwvakker Pietje is volgens mij helemaal geen woestijnvillager. Oké, ik snap er niet heel veel meer van. En oh, dit is een moeras! Ik weet dat mijn huis dicht bij een moeras staat. Dus misschien kan ik hier mijn huis wel vinden. Alleen, ga ik door dat moeras of ga ik via het water? Misschien is het slim als ik om het moeras ga. En het begint ook alweer bijna donker te worden. Dit ga je niet menen. Wat ga ik doen? Ik ga het moeras in. Misschien is het heel dom. Ik weet het niet. Hopelijk raak ik niet de weg kwijt in dit moeras in het donker. Oké, wacht. Dit is een dom idee. Ik moet weer naar buiten toe. Ik wil weer op het water zitten, want dat moeras vind ik maar helemaal niks. Nee, dit meen je niet. Waar kwam ik ook alweer vandaan? Ik weet niet meer waar ik vandaan kwam. Hoe kan het nou dat ik niet meer weet waar ik vandaan kwam? Ik kwam toch hier vandaan? Of kwam ik... Ik snap het niet. Waarom lijkt alles op elkaar? Weet je wat? Ik gebruik gewoon mijn kompas. En we gaan gewoon naar het noorden toe, want daar is mijn huis. Alleen, ik vind het maar eng hier in het bos. En al helemaal in het donker. Ik heb wel een bed. Dan kan ik slapen. Maar ik weet niet of ik het heel fijn vind om in dit moeras te slapen. Ik denk dat ik gewoon ga proberen om zo snel mogelijk bij mijn huis te komen. Ik blijf gewoon het kompas volgen. En dan uiteindelijk moet ik er vast wel een keer komen. En we hebben kikkers. Wacht, geven die wat eten of niet? Nee, ik weet niet wat die kikkers doen. Kikkers, ga weg! Oké, wat hebben we hier? Ik pak even mijn verrekijker. Dat is een berg. Oké, dat is een goed teken. Maar dat betekent denk ik dat we daar weer uit het bos kunnen. Althans, dat hoop ik. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Kikker, was jij de... Oh mijn god, waarom staan hier twee... Piglins. Die horen in de nether, toch? Of ben ik nou gek? Kan zijn dat ze... Ik weet het niet. Hallo, piglins! Ga dood! Oprotten jullie! Doei! Oh mijn god. Misschien was het niet heel slim om deze aan te vallen. Oké, de piglins zijn dood. Kan zijn dat een zombie geraakt is door elektriciteit en dan komt er een piglin. Dat zal het wel zijn. Ik denk niet dat het wat met elkaar te maken heeft. Ik ga gewoon heel gauw weer dit bos uit, want ik vind het bos maar heel erg eng. Ik wil gewoon naar huis. Dan moet ik... Die kant op. En ik moet uitkijken. Want ik wil niet worden aangevallen. En ik ben mijn bootje vergeten. Dit is zo dom. Ik heb gelukkig wel nog wat hout. Ik kan een nieuw bootje maken. Kijk eens aan. Oké, nou het bootje hebben we weer binnen. En dan de crafting table. Die moet ik niet vergeten. Die heb ik nodig.
En dan ga ik maar weer gewoon het water op. Ik ben namelijk via het water gekomen. Dus ik kan 100% ook weer via het water mijn weg naar huis vinden. Oké. Hallo, waar is mijn huis? Kan ik mijn huis al vinden? Nee. Weet je wat? Ik pak mijn kompas er weer even bij. En ik moet gewoon die kant op blijven gaan. En dan denk ik dat ik op een gegeven moment wel thuis kom. Alleen, dat bos vond ik maar raar. Dat was echt een heel eng bos. Ik hoop niet dat dat bos was naast mijn huis. Volgens mij niet, want dan had ik mijn huis denk ik al wel gevonden. Oké, wat hebben we hier? Oh, we hebben land gevonden! Alleen, dit is een jungle. Of is het weer zo'n eng bos? Dit is... Oh, dit is weer zo'n bos! Oké. Dat betekent denk ik dat ik in de buurt ben. En oh mijn god, ik zie daar rook. Oh, ja! Oh mijn god, dit is echt perfect! Dit is gewoon mijn oude huisje. Of nou ja, oude tent. Hier ben ik wel heel erg blij mee. Want dit betekent namelijk dat ik heel dicht bij huis ben. Eens even kijken. Hier staat mijn bed. Daar ben ik wel blij mee. Dus ik denk dat ik eerst eventjes ga slapen. En dan is het tijd om zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. Oh, een hele goede morgen. En dit keer wel een goede morgen. Want ik ben bijna thuis. Let's go. Oké, ik ga meteen naar huis toe. Ik moet tegen bouwvakker Pietje vertellen wat ik ben tegengekomen. En dan als het goed is, weet ik vanaf nu de weg weer uit mijn hoofd. Kijk, gewoon het kompas blijven volgen. En dan hier om dat enge bos heen. En dan als het goed is, is daar mijn huis. Maar dat weet ik niet zeker. Eens even kijken. Zie ik al wat in de verte? Hallo, waar is mijn huis? Oké, volgens mij heb ik de verkeerde kant gekozen. Maar ik weet wel 100% zeker dat hier rechts mijn huis is. Dan is het huis, denk ik, hier voor mijn neus. Volgens mij was het deze kant. Maar oh mijn god, daar is mijn bootje. En oh, mijn huis, let's go! En... Wat? Wow. Wie loopt er in mijn huis?